Jij bent de grootste. Je bent het leven niet waard. Je bent gek. Je gaat dood. Je bent alleen. Mensen horen je gedachten. Je raakt ze kwijt. Je hebt de macht. Je bent de grootste. Je bent de grootste. Je bent het leven niet waard. Je bent het leven niet waard. Je bent de zwakste. Je gaat dood. Je bent alleen. Je bent alleen. Je raakt ze kwijt. Je raakt ze kwijt. Je hebt de macht. Je hebt de macht. Je zult nooit tevreden zijn. Is Danielle Overmaat. In mijn dagelijks leven ben ik sieradenontwerper. Een succesvolle zelfs. Elke dag loop ik van mijn werk naar huis, steeds weer dezelfde route. Al meer dan 15 jaar, dag in, dag uit. Het klinkt saai, maar het helpt om te vergeten. Jaren van paranoïde, van over mijn schouder kijken. Maar sinds een jaar is dat voorbij. Ik voel me goed en ik geniet van de mensen om me heen. Warm is of zo, Zuid-Frankrijk. Maar zag ik iets van jou in de krant staan? Oh ja, natuurlijk. Ja, dat was mijn laatste Danny-ontwerp. Gefeliciteerd, meisje. Ja. Daar hoor ik dan over de volgende keer dat we elkaar zien. Ja, dat is goed. Hey, ik moet nu gaan helpen. Ja, is goed, lieverd. Ik hou van je. Ik hou van jou. Vanochtend is in Nijmegen weer een slachtoffer van de beruchte paperclipmoordenaar gevonden. Het lichaam is hetzelfde achtergelaten als de vorige slachtoffers. Vanwege het lopende onderzoek doet de politie hierover geen verdere uitspraken. Ja. Thank you.
dit denk jij waarschijnlijk. Waarom ik? Nou, ik zal je eens vertellen waarom. Leven is nou helemaal gewoon niet eerlijk. Op het ene moment dat je gelukkig bent. En op dat ene moment dat er iets gebeurt. Waardoor je hele leven verandert. Thank you.